Ja, vrienden, jullie hebben natuurlijk ook zitten kijken. Ja, gisteravond, ja. En tot later. Ja, ik heb echt tot laat zitten kijken. Ja. En dan, ja. Dan zie je dat helemaal zich afspelen, zo'n heel verhaaltje. Ja. Want, hey, luister eens even goed. In november, toen begon dat al. Dat Schröder out. Ja, overal, online en op Twitter. Toen was het al bezig. Tijdens de WK schreven al die fans van Ajax al, die Schröder kan niet blijven, die moet eruit, weg ermee. En Ajax wilde niet luisteren. Nee, Ajax had er geen zin in. Van de Sar, die bleef gewoon keurig achter die Schröder staan. Zogenaamd dan, ja. En als je nu kijkt naar die Van de Sar, beste vrienden, die laten dit allemaal gebeuren, wat er nu ontstaan is. Dat hele gedoe in het stadion met die zakdoekjes en alles, dat laten zij allemaal gebeuren. Ja, want wie heeft al die verkeerde aankopen gedaan? Ja, en die Huntelaar en die andere, die gozer van Heerenveen. En Van der Sar, want die Van der Sar, beste vrienden. Nou, de wereldkampioenschappen, de dans ontspringen, hè? Ja, die worden binnenkort gehouden. Nou, alle deelnemers, die hebben zich allemaal teruggetrokken. Want Van der Sar doet mee. Ja, natuurlijk. Kansloos. Ja, want hij is de man van, oh, heb ik hier wat mee te maken dan? Ja, dit gaat mij niet aan. Nee, die. En ik hoor er even niet bij. En ik ben altijd even weg als het een beetje moeilijk wordt. Dat is allemaal Van der Sar. En dat zagen we nu ook weer gebeuren. Ja, want hij is dus achter de rug van die Schröder ook nog eens een keer. Is hij al een heel tijdje bezig met een andere trainer. Ja, wel, let maar op hoe snel er een opvolger staat. Dat is allemaal al lang geregeld. Ja, het is allemaal zo vals en zo gemeen als je het maar hebben wil. En hij van der Sar, die heeft die hele puinloop, die hele chaos laten ontstaan. Gewoon, want ja, hij heeft al die jaren meegefietst. Keurig, ja, in de slipstream van Overmars en Ten Hag. Ja, en die gingen weg en hup, hij kon vol in de wind te staan. En nou dan, en nu dan. En wat hij dan heel slim doet, heel slim, hij maakt die Schröder, heeft hij van hem gemaakt, de gebeten hond. Daar heeft hij voor gezorgd. Hij heeft met Blind, dat heeft hij laten opknappen. Ja, ga jij maar zorgen dat die Blind weggaat. En ik steun jou dan wel. En de hele klerenzooi en al het gescheld en alle Schröder rot op, die krijgt die Schröder over zich heen. En nu weer. Want ze wisten natuurlijk al lang dat hij eruit moest. En toch laten ze dat allemaal gebeuren. Vrienden, supporters van Ajax, jullie hebben de hele tijd geroepen, Schröder out en Schröder rot op. Dat hebben jullie steeds gezegd. Nou vrienden, hey, ik weet niet of jullie nog zakdoekjes over hebben. Hey, dan kunnen jullie beginnen aan de tweede ronde hoor. Van der Sar, out.